Mijn naam is Clemens Leubik, ik ben van origine moleculaire celbioloog. Ik werk bij het Erasmus Medisch Centrum bij de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde. En wij maken alles zichtbaar in mensen om kanker zichtbaar te maken met behulp van injecteerbare lichtgevende stofjes. Doordat we dus niet van tevoren de patiënt inspuiten met een lichtgevend stofje wat de tumor heel specifiek herkent, dan kunnen we dus met een speciale camera ook precies zien waar de kanker is, want die geeft licht en dan kan de chirurg hem heel makkelijk verwijderen. Dit is de camera die we gebruiken om tumoren zichtbaar te maken tijdens de chirurgie. Het geluid wat je hoort op dit moment is het geluid van de camera zelf. Wat je dus doet is dat je deze camera, die plaats je boven de patiënt. En vervolgens ziet de chirurg dan het beeld op het scherm. En wat je hier ziet is dus een voorbeeld van een patiënt met een darmtumor. Je ziet de darmen daar. En het groene licht wat u daar ziet is de tumor die oplicht, zodat de chirurg het makkelijk kan verwijderen. De tweede belangrijke toepassing van ons onderzoek is het vinden van de poortwachterlymfeklier. Het vinden ervan is lastig, maar wat je hier ziet is dat je door het injecteren weer van een fluorescerende stof die lymfeklier heel makkelijk kan vinden en dat die dus rood, in dit geval rood, oplicht. Dus een andere belangrijke ontdekking die we gedaan hebben is dat een van de lichtgevende stoffen, een bepaalde klasse daarvan, specifiek aan dode cellen bindt en herkent. En dat is belangrijk, want als je nu chemotherapie of bestraling geeft of andere antikankermiddelen, dan duurt het nu 2 tot 3 maanden voordat je op de MRI of CT ziet dat de tumor slinkt. Terwijl wij nu met ons stofje direct al na 48 uur zien of er meer dode cellen ontstaan en we dus zeg maar heel veel onnodige behandelingen kunnen uitsparen waarbij de therapie niet aanslaat. Die stof die we gebruiken om dode cellen te kennen, die kunnen we ook gebruiken om melkzuurbolletjes aan de buitenkant daarmee te coaten. Dat betekent dat je daar in die bolletjes kun je medicijnen stoppen. En dus als we die dan inspuiten, zullen ze binden aan de dode cellen en daar het medicijn afleveren. Bij kanker is dat omdat 80% van alle solide tumoren dode cellen in het centrum heeft, kunnen we dus ieder medicijn afleveren in het hart van de tumor, een soort paard van Troje. En bij infarcten kunnen we allerlei medicijnen aanleveren die weer weefselherstel kunnen geven. In het laboratorium maken we de fluorescerende stofjes die specifiek de tumor herkennen. Een ander deel van ons onderzoek betreft bioluminescentie. Daar gebruiken we het vuurvliegjesgen van, dat bekend is dat het licht kan geven. Dat bouwen we in allerlei cellen, zoals stamcellen, maar ook in immuuncellen en tumorcellen. Als we die cellen vervolgens dan transplanteren, dan geven ze mooi licht en kunnen we dat proces van die cellen heel mooi vervolgen. Dus de overleving, of ze wel of niet een bepaalde richting uitgaan en differentiëren naar een bepaald type. En of tumorcellen, of die groeien, of dat ze afsterven. Ja, voor wat betreft de toekomst van ons onderzoek zie ik de toekomst erg bright in. En dat komt er met name omdat je ziet dat er steeds meer optische technieken gebruikt worden in de kliniek. En ook allerlei optische technieken worden gebruikt voor in het onderzoek, in het preklinisch onderzoek. En waardoor ook het onderzoek sneller en beter uitgevoerd kan worden.